kijken naar wat er te zien was. Van Aert meteen op kop. Van der Poel mee. Peters mee. Een soort van heruitgave van Essen. Dat was wellicht de bedoeling. Laten we het hard maken. Meesen met een kabinetstukje. Een Nijs die goed meeging van bij de start. Dat zou blijven doen. Tenminste bij de eerste achtervolgers. Want zij staken er kop en schouders bovenuit. Hier was het om beurten wat proberen te versieren. Wat los goed uit de bomen te schudden. Het gebladerd te verdunnen, uitdunnen. Maar dat lukte niet altijd. En Paulus die kwam op de sukkel hier. En dat kostte hem een aantal plekken. En dan moest hij andermaal, zoals in Diegem, gaan jagen. Maar dan kreeg je de hulp van een uitstekende Vermeers. Daar reed Van Aert zich vast. Dat leek wat stunterig, maar dat was het momentopname. Van der Poel wilde daarvan profiteren. Nam een goede 20 meter. En Van Aert reed dat gat dan toch weer dicht. Hè? Met een vinnige tred. Als een metronoom. En dan zien we een poging van Meesen om de rest af te schudden. Dat zou Nijs niet laten gebeuren. Die zou Meesen weer teruggaan. En dan, wat gebeurt hier? Van der Poel die denkt van wat jij kunt, kan ik ook. Maar dan op een andere manier. Haasje over met de fiets, maar dan wel snel weer weg. Maar dat kost natuurlijk allemaal krachten. En die had hij nog wat meer over in de slotfase. En daar gaat hij dan gebruik van maken. Op goed een ronde en driekwart van het einde zit hij andermaal punten op die ene i. Nijs probeert door een wat hoger tempo ontwikkelen de terugkeer van Vermeers en compagnie en Pauwels ook te vermijden. Maar dat zou niet lukken. Hier zien we Van Aert, de werken van Van Aert. Het wordt zo stilaan een begrip. Nee, het is al een begrip. Hij dankt zijn supporters. Hier is Van der Poel andermaal moedig gestreden. En ook hij verdient tal van felicitaties. En dan het sprongetje van Tom. Niet goed genoeg om mee te doen voor winst, maar wel voor die ene dichte ereplaats. Die podiumplaats, die sleept hij uit de brand. Hardnekkig, zoals hij dat kan zijn.